Ik ben sowieso, laat ik dat eerlijk zeggen, een waardeloze tv-kijker. Ik heb er niet veel mee met het medium. Maarten van Rossum is van nature historicus. Maar hij is vaak te zien op televisie. Kwaadsprekers zeggen dat hij al 40 jaar dezelfde zwarte trui aan heeft. Hij is de kroonprins van het chagrijn, de koning van de eigenzinnigheid, maar de keizer van het vertellen van verhalen. Maarten is iemand die van de televisie houdt, maar hij doet alleen maar dingen die hij zelf leuk vindt. Ik vind het vaak verrekt en irritant. Ik zeg ook wel eens, laat me nou gedom eens even afmaken wat ik van plan was te gaan zeggen. Nodig me anders niet uit, ook goed. Hè? Er was weer hoop en toen verscheen Maarten van Rossum op de televisie. De historicus van het jaar, Maarten van Rossum. Dr. Maarten van Rossum, hij is historicus, Americanist en sinds de Golfoorlog ook nog een befaamd televisiedeskundige. Slecht geschoren en toch populair, het lijkt wel of niks in Nederland nog gewoon is. Dames en heren, hier is Maarten van Rossum. Meneer van Rossum, hoe ver dieper kan dit land nog zakken? Ja, het is eigenlijk een vrij beschamende vertoning natuurlijk. Er is heel interessant onderzoek gedaan waaruit blijkt dat Nederlanders bijvoorbeeld denken dat je in Nederland ook juryrechtspraak hebt. Hè? Terwijl als je één keer gaat kijken, dan zul je zien dat is dus niet zo. Hoe komt het dat ze dat denken? Dat ze altijd op de tv zo'n advocaat zijn die niet waar zo'n hele groep van zwijgende sukkels bespeelt. Zodat de verdachte op geheel onverwachte wijze maar wel terecht vrijgesproken wordt. Mijn interesse voor Nederland is minstens even groot als mijn interesse voor de Verenigde Staten. Misschien nog wel iets. Groter. Kijk, televisie maakt van elk land een dorp. Daar komt het eigenlijk op neer. Of het moet wel een heel erg groot land zijn. Met hele diverse regio's en zo, maar van een land als Nederland. Maar in feite heb je dat toch ook in Duitsland en zo. Terwijl het aanzienlijk... Ja, maakt de televisie een dorp van een land. Hè? Mensen bekommeren zich om de dingen die ze zien op de televisie. En hier had ik Van Hanegem verwacht, maar daar zit opeens historicus en Amerika-deskundige Maarten van Rossum. Ja, nou hoezo? Ja, in de eerste plaats zijn er morgen de Amerikaanse presidentsverkiezingen natuurlijk. Ja. Dus ja. Daar wou ik mijn licht maar eens over laten schijnen. Ja, maar dit is een sportprogramma. Ik denk, ja, dat interesseert de Amerikanen natuurlijk helemaal niet. Nee. Bovendien, in de tweede plaats heb ik me van de week eens afgevraagd. Er zijn nog maar 3 programma's op de Nederlandse televisie waar ik nog nooit in heb gezeten. Oh. Dat zijn Sesamstraat, Rapatongo en Studio Spaan. En toen kregen we de sportzomer 2012. Ja. Een ergernisverwekkend verschijnsel. Mag ik ook de hoge heren van de televisie ook bij deze keer waarschijnlijk totaal zinloos nog eens oproepen. Hou op met dat achterlijke gedoe met sportzomers en zo, waarbij bovendien de hele programmering op zijn kop gezet wordt vanwege die ongelooflijk suffe dingen die tot de Olympische Spelen behoren of andere verschrikkelijke sportevenementen waarvan u eigenlijk wel weet dat ze door en door corrupt zijn en dat al die lui met die geweldige prestaties tot hun snor vol met doop zitten. Maar goed, dit tussen haakjes, doe het niet. En toen belde Bernard mij op en die zei, ja, wij willen iets doen voor mensen die niks met sport hebben. Nou, ik dacht, dat is wel een leuk idee. Ja, Maarten van Rossum, historicus vanzelfsprekend. Wijsneus op de televisie, hè, als het om Amerika gaat met name. Maar vanaf maandag ook quizmaster. Mm-hmm. Een jongensdroom ging in vervulling of dacht u, ach, dat baantje pak ik er even bij? Of... Nee, een jongensdroom ging in vervulling eigenlijk. Vanaf het moment dat ik wist dat zoiets bestond, dacht ik... Er kan voor mij in het leven maar één eindbestemming zijn. Hè? En dat is Quizmaster. En wij willen dan nog een keer die slimste mens proberen. Ik stuur je wel een paar bandjes van de... Of dvd's van de Belgische versie. Wat had hij gedaan? Vond er niks aan. Ik had de indruk dat die jury in België... dat die de boel gewoon van de autocue las. Ik denk, nou, daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Toen heb ik nog met mijn vrouw overlegd. En die zei, één keertje. En Bernard zei, je mag alles doen wat je wil. Je hoeft je op geen enkele wijze, afzien van het feit dat je in die stoel zit en de zogenaamde jury bent, wat allemaal niks voorstelt, mag je doen wat je wil. En toen dacht ik, nou ja, mag ik het een keer doen? Waarom niet? Maarten, wat is jouw tv-moment van het afgelopen jaar? 2013 of... Nou, mag je kiezen 2012. Recentelijk. Oh, de val van het vorige kabinet. Dat vond ik zoiets. Ik was echt enkele dagen in de zevende hemel. Ja, en tot ieders stomme verwondering werd hier spectaculair al meteen heel goed naar gekeken. En ondertussen zijn we naar grote hoogte gestegen. Rob, samen zijn, het Songfestival. Ja. Lentes,
slimste mens van het seizoen. Londen, je! Ja. We maken er 3 per dag. En het is aangepast aan mijn wonderlijke leefschema, want we beginnen pas om 1 uur, 's middags. Want dat had ik wel tegen Bernard gezegd. Joh, als je om 9 uur met die opnames wil beginnen, dan doe ik niet mee. Nou, hij had er geen bezwaar tegen om 1 uur te beginnen. Ik heb het ook wel eens met de alle, hè, want zoals je weet, bij zo'n programma zijn er gewoon tientallen mensen betrokken. Ik heb nog nooit iemand gehoord die het bezwaarlijk vond dat we niet zo vroeg begonnen. Dus kennelijk vinden ze dat ook wel prettig. En we maken er 3 per dag. Meestal is de opname duur zo 1,5 uur. Dat is ruim 1 uur korter dan de Belgische opname duur. Want prutsers en dat zeg. Ja, moet ik even kwijt natuurlijk. We zijn een keer gaan kijken voor de lol. Man, ik heb nog nooit zo'n houten reet gehad als die avond zeg. Het duurde eindeloos. Die ongelooflijk lullige, goed gebekte presentator deed echt alles fout wat een mens fout kan doen. Hebben jullie favoriete one-liners? Er zijn 2 redenen waarom de man een man op... Ik zeg niks niet meer. Waarom dan een man op café gaat. Wacht, zal ik ze nemen? Hebben jullie favoriete one-liners? Nee. Ja, het wordt een lange avond. Ja, Maarten, dan gaan we naar de kijkersvraag. Leen Harrewijn uit Werkendam die vraagt: wat denkt u als u 's morgens uzelf voor het eerst ziet in de spiegel? Niks bijzonders. Ik ben eigenlijk niet verrast dat ik het ben. Het is wel zo dat ik graag van tevoren altijd de vragen opgestuurd en dan mag ik wel bieden wat ik niet interessant vind. Nou, dat gezeur over mijn kleding en dat soort van zaken. Is het waar dat u ook gevraagd bent om uw garderobe uit te breiden? Ja, om geheimzinnige redenen is mijn uiterlijk dus een beetje een steen des aanstoots geworden. Ik begrijp dat zelf niet echt goed, moet ik zeggen. Maar niet ten opzichte van zwarte truien. Nee, je moet een jasje aan. En ik had er dus 1. Dat is sowieso iets waar ik niets van begrijp van de tv kijken. Dat enorme gezeik over je schoenen, je trui, je uiterlijk, je gebit, je... Maar mijn zwarte kleding moet simpelweg worden gezien als een pragmatische formule. Ik ben daar toevallig in blijven steken. Ik weet dus elke ochtend wat ik aan moet trekken. Stel voor dat ik elke ochtend zou moeten denken, wat zou ik nu... Maar is het altijd hetzelfde setje of hangt er veel boven? Ik heb van al deze onderdelen verschillende exemplaren in voorraad. Ja, ergens is ook emotie natuurlijk, ja. He, dus dan zeg, je moet wel vanavond even naar de slimste mens kijken. Dan zit die lul van een Verrossum, die zit er weer. Wat een zak is dat toch, hè? Dat. Maar we gaan wel even kijken om te zien of die nog net zo'n zak is als vorige week. Nou, laat ik ook hier de grens trekken. Ben ik bereid om op te treden in reclame? Ja, 25 miljoen euro. Mag ik vragen uit wat voor soort gezin u afkomstig bent? Ja, dat wil ik best vertellen. Graag. Wat voor soort gezin? Ik zou zeggen, ik kom uit een verlicht liberaal artistiek gezin. Ik kom uit een familie die al in de 18e eeuw geld verdiend heeft in de koloniale handel. En die in de 19e eeuw, eigenlijk de hele eeuw, behoort heeft tot de gegoede burgerij. Mijn opa heeft altijd in de wetenschap gewerkt. Mijn vader heeft altijd in de wetenschap gewerkt. Mijn vader was een betrekkelijk afstandelijke man. Mijn ouders zijn gescheiden na 16 jaar huwelijk. En mijn vader is aan een tweede gezin begonnen. En merkwaardig genoeg leidde de scheiding ertoe dat ik meer contact had met mijn vader dan daarvoor. Omdat als je ouders gescheiden zijn en je gaat bij... Ik was bij mijn moeder, wij zijn bij mijn moeder blijven wonen, wat normaal was in die tijd. Maar dan ging je bij je vader op bezoek. En als je bij je vader op bezoek gaat, moet er wel iets gezegd worden. Hij kan niet zeggen, nou, hey, ik ben toevallig even bezig met zus of zo, dus zoek het maar uit. Nee, dus je ging zitten en dan ging je praten van 19:30 tot 23:30. Tot 23:30 en dan zei mijn vaders tweede vrouw, zei dan van... Maar Gerard, de kinderen moeten naar huis. Omdat hij anders gewoon doorgeluld had tot 2:30. Hij praatte ook graag. Hij praatte graag, ja. Eigenlijk, de meeste volgens hem praten bijzonder graag. Dat is zonder meer een feit. Zodra ik begin te praten, dan vallen meer? Al mijn liever andere geen fysieke... Praat maar gewoon door dan. Zodra ik begin te praten, vallen al mijn andere fysieke eigenschappen die vallen weg. En dat wordt nou alsmaar misschien... gezegd, maar ik ben tegenwoordig... Ik was vroeger een groot liefhebber van de Donald Duck.
Waarvan de akte? Ik lees dat blad al, ik schat toch al een jaar of 40 niet meer. Daarom. Maar ja, je wordt voortdurend achtervolgd met dingen. Zal ik de andere gast even doen? Niet dan met de werkelijkheid van doen. Maar ik onderbreek je. Ik doe nog even een gast. En dan beginnen we met de eerste ronde. Ik begrijp dat we alle tijd hebben omdat 2/3 weggeknipt wordt. Ja. Je keek naar CNN en dan zodra Jeremy Paxman kwam, dan keek je even naar de BBC. Het zal er wel van komen en dat zien we dan. Bedankt. Bedankt meneer Van Rossum. Ja, sorry, de tijd is op. Ik begrijp het, ja. Niets aan te doen, keiharde wereld. Wat was uw debuut op televisie? En mijn debuut op televisie was een middaguitzending van de NCRV. Ja, christelijke hebben altijd een wonderbaarlijke neiging gehad om mij in het beeld te brengen. En dat ging over het debat wat net gevoerd was tussen Geraldine Ferraro en de oude Bush. Beide toen kandidaat voor het vicepresidentschap van de Verenigde Staten. Helaas zijn er geen beelden bewaard gebleven van het debuut van de heer Van Rossum. Wel blijft die historicus altijd onbekommerd zichzelf. Maarten voert nooit het woord namens iemand anders, een geloof of politieke partij. Zijn soms scherpe kritiek viel niet altijd in goede aarde. Zeker niet bij de tv-bazen in Hilversum, zoals in 1989. Het was de inauguratie van de oude Bush. Januari, 20 januari 1989. Die net de verkiezingen van 88 had gewonnen. En wij moesten daar commentaar op leveren. Ik moest daar commentaar op leveren samen met Pieter de Vink. Die was toen presentator van de NOS. We noemen het nou maar even voor het gemak de NOS. Hier vanuit de studio informatie bij de beelden van de historicus en Amerikanist, dat zeg ik goed, Maarten van Rossum van de Universiteit van Utrecht. Welkom, meneer Van Rossum. En dat was aan het eind van de middag, want die inauguratie die start om 12 uur in Washington. Neem even de 6 uur verschil. En dat duurde allemaal eeuwig lang. Dus ja, je zit daar. Dus ik was al een beetje losjes. Ik denk, nou ja, hup, gewoon. En hij komt uit een zeer welgesteld milieu. Hij heeft al de juiste scholen bezocht en is naar een hele nette universiteit geweest. En dat heeft hij nog wel een beetje over zich, hè? Dat werd ook in al die kranten geschreven. Een beetje preppy is die. Preppy? Ja, het is geen indrukwekkende figuur. Mooi weer en dan ziet u die vogel daar. Nou, hoppakee. En het begon ermee dat Charles Groenhuizen was toen de correspondent in Washington. En toen kwam Reagan met zijn vrouw. Die kwamen uit het gebouw van het Capitool naar die stellage die daar altijd staat dan bij deze gelegenheden. En toen zei Charles Groenhuizen, tot mijn totale verbijstering, daar is Nancy Reagan, wat ziet zij er koninklijk uit. Toen zei ik, and Mrs. Reagan. Nou, een raar vogeltje, hè, die mevrouw Reagan. Jawel, maar het is een vrouw op leeftijd. Nou, ik vind een doodeng vrouwtje. En het is duidelijk dat de plastische chirurg druk werk heeft op woorden van dergelijke strekking. Nou, dat viel al verkeerd. Toen begon de plechtigheid en die begon met een gebed van Billy Graham, een bekende prediker. Tegenwoordig is die dood, maar is enorm oud geworden. It's now my pleasure to present for the invocation, the Reverend Billy Graham. Will everyone please rise? Billy Graham. Billy Graham, ook in Nederland bekende evangelist. Ja, hebben er steeds meer op hoogte van Frankenstein te lijken. Even luisteren. Our Father and our God. En toen zei ik, ja, zo uit de losse pols, want het viel mij direct op. Zeg, God, wat is die gaan lijken op het monster van Frankenstein, Boris Karloff? Ah. Vervolgens luisterde ik naar het gebed, wat natuurlijk niemand deed, maar ik luisterde naar het gebed. O God, we consecrate today George Herbert Walker Bush to the presidency of these United States. They will have the presence and the power of the one who said, I will never leave thee nor forsake thee. But we thank thee for the millions of people that pray daily and go to church and synagogue on the weekends. We believe that this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ik dacht een merkwaardige suggestie dat onze lieve Heer min of meer direct verantwoordelijk is voor de keuze van de betrokken personen. Dat is een nation under God gewoon te doen natuurlijk. Ja. En ze zouden misschien beter onze lieve Heer meteen president van de Verenigde Staten kunnen maken. Hè? Kun je hem ook wat meerdere termijnen geven? Zonder twijfel, maar hij had zich niet kandidaat gesteld, vrees ik. We zullen even gaan luisteren naar de muziek van dit koor. Nou, toen was de bier los eigenlijk. Want toen kwam de floormanager met een heel groot, spontaan gefabriceerd bord op een stuk karton. Niet zo cynisch. En het bleek dat er
Nou ja, de telefooncentrale had had stilgestaan. Die was geblokkeerd geraakt door de klachten die er waren. Dat is je niet in dank afgenomen? Nee, het blijkt dat je daar dus geen grappen over mag maken. Het gekke is, de mensen die het leuk vinden bellen nooit op om te zeggen... Oh, vond het zo leuk laatst, hè? Of vanavond. Alleen de mensen bellen op die het dus vreselijk vonden. He, die gekwetst zijn. Ja. Nou, ongelukkigerwijs heeft iemand mij ook thuis opgebeld... en die begonnen incoherent te schreeuwen. Toen heeft de EO die heeft een officiële klacht ingediend bij het NOS-bestuur... dat dit absoluut niet zo kon. En de NOS moest verexcuseren voor deze ontsporingen... door deze deskundige die totaal niet begreep wat zijn taak was. Want je taak is om te zeggen... oh, daar is mevrouw Regen. Wat een heerlijke hoed heeft zij op... De ontwerper van deze hoed heet Piet Jansen. Dat is een Nederlander waarin een klein land... Nou ja, dit slappige lul, je kent dat wel. Koninklijke plechtigheden. Dopen van al die verrekte oranje prinsen en prinsessen. Dit soort toon. Maar ja, dat was mijn toon niet. Is mijn toon ook nooit geweest. Nee, en niemand had gezegd dat dat mijn toon had moeten zijn. En die klacht is ontvankelijk verklaard door de NOS. En ik heb een grote brief, ik weet niet of ik hem nog heb... waarin staat dat ik voorlopig niet welkom ben. En dat ik volledig gefaald heb als deskundige... omdat ik helemaal niet begreep wat de juiste toon was op dat moment. Dat verbod en die ergernis waren snel vergeten. En het was diezelfde EO die zo boos is geweest... die binnen een half jaar met Maarten op de stoep stonden... om zijn ongezouten mening wederom te verschalken. Dat eigenzinnige geluid van Maarten zou tot de dag van vandaag... het zout en peper blijven in menig televisieprogramma. Maar één ding is zeker. Het naar de mond praten van de kijker of de presentator... dat doet Maarten nooit. Een enorm aangrijpend moment meer, omdat je je realiseert... dat er duizenden door je vallen op dat eigene moment... dat je dat ding dus heel wonderlijk ook in zichzelf ziet instorten. Dat waren dramatische momenten. Want dat was, ja, men was naar mijn idee volledig boven zijn theewater geraakt in de studio. En ja, de algemene opinie was daar dat de Derde Wereldoorlog was begonnen. En dat de hele rest van deze eeuw, die toen natuurlijk net begonnen was. Ja, dit speelt in september 2001. De hele eeuw zou in het teken staan van een satanische strijd met een islamofascisme. En de fantastische democratische westerse beschaving. Nou, dat leek mij niet zo bijster waarschijnlijk. Het leek mij een zeer succesvolle, zeer spectaculaire terroristische aanslag. En dat is iets wat nou juist niks met oorlog te maken heeft. Want terreur is het wapen van de machtelozen. En die moeten met de samenleving raken op onverwachte momenten, op onverwachte plekken. En meestal niet waar gericht op onschuldige burgers, zoals hier ook het geval was. Wraak wordt er geroepen. Ja, dat is natuurlijk een volstrekt begrijpelijk sentiment na de beelden van gisteren. En dat kun je bij die Amerikanen ook goed voorstellen. Maar het zou natuurlijk heel onverstandig zijn om hier te handelen... gedreven door onmiddellijke wraakgevoelens. De NOS, de NPR, weet ik veel hoe ze tegenwoordig heet. Ik bedoel, elke 10 jaar wat anders. En het kost 2 miljoen om het briefpapier te veranderen. Ik heb nooit begrepen waar dat goed voor is. Ik zeg dan maar de NOS. Ja, ik mocht niet meer. Daar kwam het op neer, want er waren veel klachten uit het land ontvangen. Maar wat had u dan verkeerd gezegd? Ik had niks verkeerd gezegd. Zij waren op een volledig verkeerd spoor bezig. Ze waren te veel in de emotie geraakt. Ja, volledig in de emotie geraakt. Dat is typisch televisie. Televisie creëert dan emotie, versterkt eigenlijk de emotie die er bij mensen al is. Want televisie is, en zeker actuele televisie, is bij uitstek kluitjesvoetbal. U weet wat kluitjesvoetbal is. Dat is dat kinderen altijd als ze gaan voetballen denken dat je daar moet zijn waar de bal is. Dat is een ingrijpende misvatting. Een echte voetballer weet niet waar de bal is, hij weet waar die gaat komen. En zorgt dat hij er is als de bal daar komt. Ik citeer hierbij de grootste filosoof aller tijden, Johan Cruijff. Maar deze uitleg was heel overtuigend. Waarom een voetbalmetafoor? Nou, omdat ik voetbal toch zie als de basale structuur van de westerse cultuur. Pardon? Ik begrijp het niet. Kunt u het uitleggen, professor? Voetbal is in feite de centrale gebeurtenis in onze cultuur. Ja. Het gaat er altijd over... Of metaforisch of letterlijk. De grootste filosoof ter wereld is een Nederlandse voetballer die nog steeds leeft. Dus ja, je ontsnapt niet aan de gedachte dat voetbal kennelijk het fundament is waarop onze cultuur rust. Het is duidelijk, Van Rossum is geen voetballiefhebber.
Van voetbalwijsheden naar wijsheden van de familie van Rossum die ons leven verrijken in de illustere serie De Van Rossums. De moeder van de professor was geen gemakkelijke vrouw. Maarten kreeg van haar meer kribbigheid dan de broodnodige moederliefde. Mijn moeder was een betrekkelijk heetgebakerde persoon. Mijn moeder was een geboren ruziemaker in allerlei opzichten. Zij vond dat ook. Ze heeft toen wel eens tegen mij en zei van ja, je houdt eigenlijk niet van mij, want je maakt nooit ruzie. Ja, mijn moeder vond het ruzie maken, vond ze dat was een statement. Daar kon je aan zien dat mensen emotioneel iets met elkaar hadden. Als je nu natuurlijk zou zeggen, nou ja, geweld, dat gaat nou een tikkeltje ver, laten we dat. Hè? Want dat klinkt natuurlijk hartstikke humaan en vriendelijk. Nee, laat me dit argument even afmaken. Als je dat wat snel wil doen. Ja, maar zorgvuldigheid is hier geboden, want het zit ingewikkeld in elkaar. Heeft u een scherpe tong van uw moeder? Ik vind helemaal niet dat ik een scherpe tong heb. Uw reputatie is zo. Oh, is mijn reputatie. Nee, dat denk ik niet. Want ik moet zeggen, dat moet ik wel zeggen, dat wat ik zelf altijd hele geestige dingetjes vond, die vallen vaak slecht. Of die worden beschouwd als scherp of onaangenaam of cynisch of zo. En mijn moeder zei ook wel eens, ik vind helemaal niet leuk wat je zegt. En dan had ik ook weer iets, nou ja. Mijn idee wel een aardigheidje, maar dat vond zij dan geen aardigheidje. Wat is toch verzadigd vet? Geen idee. Het zit niet in pinda's. Nee? Kun je eigenlijk pinda's eten tijdens een televisieuitzending? Nou, het gekke is, die keren dat ik gekeken heb, viel me altijd op dat jullie hier zo'n bak pinda's hebben staan, dat niemand ervan at. Toen heb ik mij voorgenomen om daar nu eens flink van te eten. Het geluid van mijn stem is zuiver dan alleen mijn vader. Ja? Ja, maar mijn vader was minder kwetsend, denk ik, in het gesprek dan ik ben. Ik kan wel, als het zo uitkomt, zoeken naar de zwakke plekken. Mensen onzin debiteren, dan ben ik wel gezegd om te zeggen, nou, dat is wel volstrekte onzin en wel daarom. Maarten van Rossum zei toen, ja, dat meisje denkt nu dat de Derde Wereldoorlog begint. Als zij dat denkt op grond van datgene wat ze klaarblijkelijk heeft gezien in de afgelopen 24 uur, dan is er iets grondig mis met de journalistieke weergave van de gebeurtenissen. Want er is geen sprake van een kans op een wereldoorlog. Maar ik begrijp niet dat u als historicus de toekomst kunt voorspellen. U weet toch ook niet hoe dit conflict zich precies zal ontwikkelen? Het is onzinnig. Hiermee wordt een klimaat gecreëerd wat in geen enkel opzicht... Nee, maar het is ook onzinnig om te zeggen dat journalisten dat klimaat creëren. Nou, ik weet zeker dat een heleboel mensen toen ze die beelden zagen dat gevoel gewoon hadden. Oorlogsverklaring. Ja, maar wie neemt het woord oorlog steeds in zijn mond? Bush? Wie was er dan? Colin Powell. Ja, vind ik niet verstandig. Maar dus dat is niet verstandig. Maar dus het zijn niet de journalisten die dat doen, maar die tekenen op wat er gezegd wordt. Ja, misschien dan is het misschien wel gepast om een wat relativerender toon aan te slaan. Er is geen sprake van een kans op een wereldoorlog. Tussen wie en wie? Ik vind mezelf nooit zo eigenzinnig. Ik formuleer meestal een duidelijke mening waarvoor ik heel redelijke argumenten heb. En ja, als het blijkt dat de meerderheid daar heel anders over denkt, denk ik wel vaak, hoe is het mogelijk dat de meerderheid zo achterlijk is dat ze deze merkwaardige opvattingen koesteren? Dat denk ik wel, ja. Hoe zou u uw karakter zelf omschrijven? Ik vind eigenlijk dat ik een vrij redelijk meegaand karakter heb, maar mijn vrouw heeft ook wel zo gezegd dat ik wel licht autistische trekken heb. Ik kan mezelf goed amuseren. Ik heb... als ik morgen eenzaam word opgesloten in een kelder, zal ik het ongetwijfeld niet leuk vinden. Maar minstens er een hoop literatuur is, stroopwafels en het redelijk verwarmd wordt, zou ik het wel overleven, denk ik. Ik vind het moeilijk om jezelf te schetsen. Ik ben wel een betrekkelijk autonoom soort van iemand. Alle goede dingen bestaan uit drie. Samen met zijn broer en zijn zus vormt Maarten een opmerkelijk trio. Gezamenlijk struinen ze het land af, documentariëren historische, vaak lelijke gebouwen, en dan blijkt wederom hoe uniek rijk de kennis van de broers en die ene zus is. Ja, wat bleek natuurlijk. Wij hebben sprekend dezelfde stem, namelijk gewoon de stem van mijn vader. En wij praten ook een beetje op dezelfde manier. Pas toen we pakken bij het tussen de 30 en de 40 begonnen we elkaar te begrijpen. Die stemmen zijn identiek, hè? Als ik mijn ogen dicht doe, weet ik niet. Die spreekt volgens mij. Nou, bijna. Ja, en dat leidde tot hilariteit in die studio. En die tweespraak tussen ons, dat geloof ik, we hebben vrijwel niks meer aan het gekozen onderwerp gedaan. Kortom, hilariteit. Toen ben ik toch zeker door twee
omroepen benaderd, in ieder geval zeker de VARA, of wij niet samen een komisch programma zouden willen doen. Hier zijn de Van Rossums, vandaag in Groningen. In de televisie is leuk altijd in de marge van iets anders. Dat, en dan kan het enorm en leuk zijn. Maar als je allemaal een week gaat zitten bedenken, wat is nou leuk? Hoe gaan we dit leuk aanpakken? Dan heb je toch minstens 6 geweldige tekstschrijvers nodig om dat te maken. Dat is een last. Dus ik dacht, dat gaan wij niet doen. Je zou het een overtreffende trap van Reserve en Sombermansen kunnen noemen. Niet 1, niet 2, maar 3 Van Rossums. Vanaf morgen is Maarten samen met zijn broer Vincent en zuster Sis te zien in de nieuwe NTR-serie Hier zijn de Van Rossums. Het trio bezoekt 6 verschillende steden waar ze hun ongecensureerde commentaar geven op de bezienswaardigheden. We hadden ook nog gezegd, trouwens tijdens de wereld draait door, en tevoren zijn er nog meer Van Rossums. En nou, er is er nog één, die is nog een stuk erger dan wij, dat is mijn zuster. Jij bent de ergste. Zullen we even kijken naar de Van Rossums? Want jullie gaan met z'n drieën naar een stad. Jullie hebben alle drie je eigen expertise. Ja. De kunst, de architectuur, de geschiedenis. Ja. En dan ben je bijvoorbeeld in Rotterdam of in Maastricht. Enfin, laten we kijken. Ja. Als er aan de lijst om zit, is het cultuur. Jongens, jongens. Wat vind ik van dit gebouw? Dat het A ontsierd wordt door irritante infantiele kleurmomentjes. Hoe verbind je 2 stukken stad met elkaar? Ja, dat lukt dus niet. Amsterdam heeft het ei, waar je ook helemaal niet overheen. Ja, dat moet eens met die ellendige pomp. Amsterdam-Noord, dat is eigenlijk het Siberië van Amsterdam. Varkens liepen op straat, er was stront, er was modder, er was, want die klinkertjes lagen er nog niet. Dus het was, ja, armoe. Kom erop met die dingen. En toen zei ik, ja, volgens mij, sowieso mijn lievelingsonderwerp als het over televisie gaat, moet het op de inhoud draaien. Tot onze stomme verwondering. Zoals bij zoveel dingen, dat was al bij de slimste mensen het geval geweest. Dat had ik gedaan. Ik had daar mijn twijfels over. En mijn vrouw zei toen van, ah joh, voor 1 keer kun je dat best doen. Hè, voor deze zomer 2012 was dat. Nou ja, kijkcijfers waren zodanig dat we er nog steeds mee bezig zijn. Terwijl we ondertussen 9 jaar verder zijn. En dit programma met mijn broer en zus werd frappant goed bekeken. Ja, wat is het geheim van het programma? Nou ja, dat bleek eigenlijk uit een beetje rondzoeken en vragen. Blijkt, een van de hoofdattracties van het programma blijkt te zijn de wisselwerking tussen ons drieën. En met name de frictie die er vaak is tussen mijn zuster en mij. Ja. Ik wist dat helemaal niet van mijn zuster, maar dat is al een prima donna. Wat mij opviel, is dat jij doet niet aan alles mee. Een wandelingetje over de Erasmusbrug. Je zit je weer op een bankje. Je zit voortdurend op een bankje. Ja, dat vind ik heerlijk. Lekker roken. Ja, we hebben 1 keer echt ruzie gehad, ja. Hoe was dat en waar was dat? Ja, dat was in Groningen. En het ging, we zouden een bezoek brengen, ook in de kader van dit programma, aan het Wetenschapsmuseum van de Universiteit Groningen. Kijk. Kijk eens. Dit is dus de pathologische anatomie. Dat zijn fraaie bewaarsels, laat ik het even zo noemen. Ah, wat leuk, Vincent. Dat is toch jammer dat Sis niet even komt kijken, hè? Ja, het zou leerzaam zijn. Dit is de rokerslong. Ja, die zijn helemaal zwart van binnen. Ja. En mijn zuster had geen zin om mee te gaan. Want ze moest dan naar van die flessen kijken met misgeboortes en zo. Daar vond ze helemaal niks en er was nergens goed voor enzovoort. En toen had ze eigenlijk, zonder ons daarvan in kennis te stellen, had ze, ik geloof met de regisseur of zelfs de baas in Hilversum afgesproken. Zij hoefde die ochtend niks te doen. Ze kon in dat bed blijven liggen. En ja, dat kwam uit. En dat, ja, ik vond dat onprofessioneel. Ik zei, je moet met ons drieën mee. En als je die flessen met die misgeboortes niet zo lollig vindt, dan kijk je toevallig 3 minuten de andere kant op. Daar heeft niemand last van. Nou, daar hebben we toen hooglopende ruzie over gekregen. Ja, zeker, ja. 1 lichaam, 2 hoofden. Sis vindt dit griezelig, maar dat is, ik kijk daar heel neutraal naar. Die is ook heel snel weer bijgelegd, hoor. Ja? Ja. Maar dus de spanning tussen in dat schijnen mensen enorm leuk te vinden. Ik vind het prima dat het symbool van de stad is. Daar lig ik helemaal niet wakker van. Maar als toren gaat het geen prijzen winnen. Hè? Ach joh, dat doet er allemaal dus helemaal niks toe. Want de prijzen zullen door mij niet worden uitgereikt. Maar mijn domein wel. Ja, dan weet ik hoe jij in elkaar zit. Vindt u dat leuk, dat televisiewerk?
Ja, dan zou ik het niet doen. Want dat was natuurlijk nooit de enige reden waarom ik het zou moeten doen. Ik had een goed betalende baan. Ik had een vrouw met een nog veel beter betalende baan. Dus samen was het goed betaald, zal ik nou maar even zeggen. We hebben ook allebei een prima pensioen. Ik doe het alleen puur en alleen voor de lol. Betaalt televisie niet? Waardeloos. Televisie betaalt echt waardeloos. Tenminste, in mijn geval. Ik heb nooit meer gehad dan een fles mineraalwater in een doorzichtige tas. Een heel wonderlijk geschenk op zichzelf. Maar dat kreeg je bij een van die talkshows. En nu krijg je geloof ik ook... Ik drink al jaren geen alcohol meer, maar ik krijg nog steeds wijn. Ik vind mijn zwager wel fijn, geloof ik. Mag ik een kritisch woord laten horen? Jazeker, jazeker. Wat volledig uit emotie voortkomt. Ik vind het wel een beetje een shabby boel, eerlijk gezegd. Bij ons is het erg gezellig. Halt in de straat. Ik zie het wel, jongens. We worden het hier niet eens. En is een klein beetje ook. Dit maakt op mij zo'n verwoestend suïcidale indruk. Jij woont niet representatief, Maarten. Het grootste gedeelte van de Nederlanders woont zo. Nederland moet nog veel welvarender worden dan het al is. Ik ben in ieder geval blij dat het jullie enorm aanspreekt, dit onderwerp. Ja. En dat Maarten ook eens in een andere buurt komt dan waar hij woont. Ja, ik vind het enorm interessant. Maar ik word er wel een beetje somber van. U komt soms over als een... Koele kikker, mag ik het zo zeggen? Ja, terwijl ik dat eigenlijk niet ben, maar sowieso, dat moet ik er nog even bij zeggen. Voor iedereen die ook ambities in de richting van de tv heeft, maak je niet boos op tv. Want je gaat altijd af als je jezelf boos maakt op tv. Als je je populair wil maken op tv, dan moet je natuurlijk het sentiment zoeken. Ik ben enorm gevoelig voor, laten we zeggen, films, verhalen waarin een jeugdige padvinder een verdrinkend hondje redt. Dat ben ik al direct. Dan biggelen het tranen mij over de wangen. Dat is het zogenaamde huilmomentje. Heel veel programma's zijn speciaal georganiseerd om mensen te laten zien die naar alle waarschijnlijkheid zullen gaan huilen. Terwijl als er echt iets verschrikkelijks gebeurt, dan heb ik er geen last van. Dat is jouw Bambi-moment, zal ik maar zeggen. Ja, je weet, ik ben ook bij Bambi. Hè? Bambi, sta op. Dat is zit erin gehamerd. Ik heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Rijkdom. Ja. Oh, van alles had ik er wel wat meer willen hebben. Maar goed, dat is nou weer wat anders. Dat is nu is het te laat daarvoor. En over de kleinkinderen ga ik vanzelfsprekend niet. Maar ook dat, ik vond ook... dat is een wonderlijke zaak. Heel veel mensen zijn volgens mij licht teleurgesteld over de inzet en de emotionele en fysieke energie die het kinderen hebben en opvoeden vraagt. Maar ik had er geen grootse voorstellingen van. Ik had me er ook niet verschrikkelijk op verheugd. Ik heb vaak tegen mijn vrouw gezegd, joh, ze maakt een prachtige carrière. Als je carrière wil maken, mij best, dan doen we het zonder kinderen. Maar goed, ze hebben tenslotte kinderen. Dus die hebben we ook gekregen. En ik ben er altijd heel, heel content mee geweest met kinderen. Het was eigenlijk veel... Kijk, je eigen kinderen zijn veel leuker dan de kinderen van andere mensen. Dat is een wonderlijke zaak. Mijn dochter stuurde mij gisteren nacht enkele foto's van mijn jongste kleinkind. En dan vind ik het wel ontzettend leuk om daar... Die zijn dus op de mail binnengekomen. Dan kijk ik elk half uur even naar. Opa van Rossum. Ja. Ja. Ja, nee, maar dat is heel mooi. Het is jammer dat ik die foto's hier niet kan laten zien. Ja. Want dan zouden jullie ook denken, wat een leuk ventje is dat. Ja. Kleinkinderen, idem dito. Nog als ik in het park wandel en met die mensen die zo'n peutertje, zo'n mini-mensje, zal ik maar. Daar ben ik nog wel jaloers op. Maar ja, op je 77ste kun je moeilijk aan een peuter beginnen. Dat kan absoluut niet. Dat is natuurlijk ook het fijne van kleinkinderen, dat als je moe begint te worden. Dat ze dan opgehaald worden. Ja. Maar ik vind het een zegen, ja. En dan word je toch een beetje verrast door Van Rossum. Hoe hij over zijn kinderen praat en duidelijk geniet als erelid van het genootschap van welwillende opa's. Een onbekende kant, zonder het bekende commentaar. De professor heeft ook zijn eigen tijdschrift, waarop hij nadrukkelijk zijn duimafdruk heeft gezet. Uw meest persoonlijke podium, denk ik, waarin u zich uit, is een merkwaardig lang bestaand tijdschrift. Ja. Wat niet zonder toeval de titel draagt Maarten. Ja, dat was niet mijn vondst. Ook dat was een gelegenheidsproductie. Ik was columnist van het Historisch Nieuwsblad. Ja. En het Historisch Nieuwsblad had de gewoonte om een zomernummer te maken. Dat gold dan voor juli en augustus.
en daarvoor een gasthoofdredacteur te zoeken. Nou, dat is gebeurd. En in dat jaar, 2008 geloof ik, was ik de gasthoofdredacteur. En toen had Frans Smits, de reeds genoemde Frans Smits, de betreurde Frans Smits, want hij is overleden, die had het ontzettend leuk idee om een soort van nep Linda van te maken. Met mijn hoofd voorop en de Maarten en zo. Stond al in kleine lettertjes onder een speciale uitgave van het Historisch Nieuwsblad. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik zei, Frans, ik wil het wel doen, maar het wordt wel serieus. De inhoud moet serieus zijn. Ik zei, nou, de omslag, dat vind ik dan niet zo serieus, maar oké. Okay. Zo gezegd, zo gedaan. En toen werden er van dat nummer, van het Historisch Nieuwsblad, werden er, ik geloof, 50.000 exemplaren verkocht. Dus toen zei de uitgever, nou, misschien is het wel leuk om toch met enige regelmaat iets dergelijks te doen met de titel Maarten. En dat is zo gegroeid. En we hebben aanvankelijk 2 nummers per jaar gemaakt. En toen zijn het er 4 geworden. Toen zijn we een beetje uit de bocht gevlogen. Toen werd het er 6. Dat vond ik al veel te veel. Dat is een enorme inspanning. Tegenwoordig zijn het er 4. Nou, zo kan het. Ja, het is niet een tijdschrift waar miljoenen aan verdiend wordt. Dat durf ik wel te verklappen. In principe is het zo dat ergens tussen de 9 en de 11.000 exemplaren 4 maal per jaar verkocht worden. Het heeft zegt, uit onderzoek blijkt, zegt 6 lezers per nummer. Dus zeg, reken die nummers nu op 10.000, dan heb je toch nog 60.000 lezers. Maar u beleeft daar plezier aan? Ja, ik beleef dan. Ook daar geldt, als ik het niet lollig zou vinden, dan zou ik er meteen mee stoppen. Als ik vanmiddag nog gebeld word door alle instanties waarvoor ik ooit iets heb gedaan, en zij zeggen aan de telefoon, wij zijn na lange deliberatie tot de conclusie gekomen dat je een oetlul bent en dat we niets meer met je te maken willen hebben, dan zal ik wel vandaag licht geschokt zijn. Ik denk, hoe komt dat nou zo ineens? Maar voor de rest, materieel of zo, kan het mij echt helemaal niet schelen. Maarten van Rossum is een scherpe geest met dito tong. Hij neemt nooit een blad voor de mond. Hij kan soms bot overkomen, maar taalgebruik en inhoud kloppen altijd als een bus. Achter deze niet gespeelde lompheid schuilt een fijnzinnig mens met een sterk ontwikkeld gevoelsleven. Een gelukkige mopperkont. Bent u gelukkig? Nou, ik vind gelukkig groot woord, maar ik ben de meeste tijd ben ik wel tevreden. Ja, dat wel. Maar ik kan ook enorm mopperen. Hé, Maarten? Het klinkt heel aardig, ja. Dat ze dat nou doen in die sportrubriekjes, nou allee. Hè, hoewel die van Gelder wel erg lang van stof is. Laten we heel eerlijk zijn. Wie is ook alweer Johan de Wit? Ja, als je dat niet weet bij een hopeloos geval, dan zou je aan zo'n quiz helemaal niet deel mogen nemen. Nee, ja. Nee, ik heb het gevoel dat ik al heel lang geleden door de mand ben gevallen. Wat weet u ondertussen van de geschiedenis van Schiedam? Nou, vrijwel alles. Meer dan u, denk ik. Ik vind dat wij wel aan een soort van applausziekte lijden. Hè? Als je hier even aan je neus trekt, dan begint iedereen als een gekke te klappen. Wij vinden het eng. Je weet dat wij geen helden zijn. Hè? Nee, hè? En ook helemaal geen behoefte hebben aan heldhaftigheid. Nee. U zegt, ik heb altijd een motief waarom ik iets doe. Het moet lollig zijn. Ja, het moet wel leuk zijn. Was dat ook het motief om dit gesprek toe te staan? Ja, ik vond dit ook wel leuk. Helden, maar weet je ook weer helden van de tv? Nee, het heet TV-monument. Monument, ja. Ja, nee, dat idee dat ik een monument was geworden, vond ik wel vrij aantrekkelijk, ja. Ja? Ja, nu nog een beeld en dan een bronzen beeld waarbij ik rustig zit. Dat lijkt me wel wat. Waarbij je dan een cent in de sokkel kan gooien en dat ik dan een leuke lezing geef. Ik hoop dit TV-monument voor u in brons te mogen gieten. Ja, zoiets dergelijks. Dat lijkt me wel wat.